Het duurt allemaal lang, hè, met die fietsnelweg F35. Hoe komt dat? Wat ik daarover hoor is dat er geen geld is. De fietsnelweg is al een poos geleden aangenomen met de andere gemeentes dat er aan gewerkt zou gaan worden. En het gebeurt toch niet. In 2009 is er een masterplan aangenomen door de Twentse gemeente, Twentse regio, om die F35 af te gaan leggen. Nu 10 jaar verder, helaas, stukken zijn klaar, aansluiting ontbreken nog. Het is gewoon jammer, een gemiste kans. Waar is het dan allemaal van afhankelijk? Het is afhankelijk van A, de politieke wil en het geld. De provincie betaalt 75% van de kosten, dat is dus de gemeente 25% bijpassen. Alleen daar wordt gezegd, we hebben geen geld op de begroting staan daarvoor, dus helaas, het gaat niet door. Wat verwacht u vanavond? Ik wacht vanavond dat de college duidelijk aangeeft, ook na het aanleiding van de motie van GroenLinks, dat ze nu duidelijk de komende 2 jaar die zaak afwerken. Die motie die moet nog worden uitgevoerd. Ja, hij is dus goed aangenomen. Dik aangenomen, laten we zo zeggen, inderdaad. Ja, college zal hem oppakken, hebben ze gezegd. En die gaan daarmee bezig. Want ik heb al een keer zo gekscheren gezegd van, als we straks de laatste kilometer asfalteren, dan kunnen we vooraan weer beginnen. Want dan is de boel versleten. Wat verwacht je van vanavond? Nou, niet dat de wethouder zal zeggen, en morgen beginnen we alles aan te leggen. Een technische rondje vraag ik bestellen. Dat is mevrouw Buikma, de heer Wijnreden en meneer Hummelsen. Okay. De kern van het hele verhaal is dat we uit de 2025 ziet de provincie graag dat we dit gerealiseerd hebben, die hele F35. Dus daar zit niks aan verbonden qua subsidiestromen, zover ik weet van wanneer wat vervalt. Gaat erom dat je 2025 dat je tot die tijd de tijd hebt om het te realiseren. Dus wat daar dan staat, we moeten extra investeren. Van ontbrekende schakels, ja, hoe komen we dan niet aan dat het zal moeten? Ik heb nog een suggestie waar het geld vandaan zou komen. Maar... zou ik het dan maar noemen? Trine, met de vraag? Volgens mij, ja, gaat ons gratis parkeren, dat gaat niet door. Dus we hebben 6 ton per jaar, dat doen we 4 keer, hebben we 2,5 miljoen, dan hebben we kwart van die 10 miljoen binnen. Dus het geld ligt er wel. Wat is uw conclusie na het openbare beraad met de Fietsersbond over de fietsnelweg F35? Nou, de F35 is een heel belangrijk project. Iedereen is het met elkaar over eens dat die uiteindelijk gerealiseerd moet worden. Het enige probleem waar we mee zitten is dat we geen geld hebben om nog een aantal delen aan te leggen. Maar wat we kunnen doen is samen met gemeente in overleg gaan van tegen welke knelpunten lopen jullie nou nog aan. En hoe kunnen we kijken of er nog aanvullende subsidiemogelijkheden zijn om stukken te realiseren. Maakt u zelf nog mee binnen deze raadsperiode dat de F35 helemaal gerealiseerd is? Ik hoop het. De raadsperiode is tot en met 2022. We hebben de tijd tot 2025 om het te gaan realiseren. Dus dat betekent dat ook daarna nog 3 jaar zitten om de ontbrekende stukken te realiseren. Dus ik ga daar niet een fles wijn op wedden of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Pim Bruggers, de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat was voor de laatste Interland Break. En Nederland zelf deed het daar heel goed. Maar met jullie ging het een stuk minder, want jullie gingen uit naar Vitesse. Ja, dat klopt. Dat was een wedstrijd om snel te vergeten. Hebben we eigenlijk geen kans gehad daar. Op een gegeven moment sta je 7 punten voor op het hele spul. Dat is nu nog maar 2. En dat komt door de resultaten van de laatste weken. Ja, dat klopt. Op zich, het spel zijn we wel redelijk tevreden over de afgelopen weken. Alleen ja, het puntenaantal dat is natuurlijk erg matig. En ja, zoals we de eerste reeks wedstrijden zat het mee en viel die goed. En ja, nu zitten we even in de hoek waar de klappen vallen. Ja, we moeten ons wel weer vasthouden aan het spel wat we vertonen. Helemaal denk ik tegen Feyenoord, als je de eerste helft ziet, dan daar kun je daar veel vertrouwen uit halen. Alleen op het eind heb je weer niks. En ja, op een gegeven moment moet dat wel hand in hand met elkaar gaan. Ben je tevreden over de manier waarop de supporters achter de club blijven staan? Nou ja, ik denk als je tegen Feyenoord ziet, dan geeft dat heel veel sfeer. En we weten natuurlijk ook dat de verwachtingen, omdat we zo hoog staan, ja, die worden natuurlijk anders. Ja, en daar moeten wij natuurlijk ook gewoon mee dealen. Dus ja, dat hoort erbij. En ja, uiteindelijk zijn we tevreden over de supporters, zeker. Goed, we kijken even vooruit. De wedstrijd
komende wedstrijd tegen Fortuna Sittard uit. Dat zal een moeilijke worden. Dan komt VVV thuis. En daarna uit naar Utrecht. Voordat, vlak voor de winterstop, PSV en Excelsior nog de tegenstanders zijn. Hoe kijk je naar die wedstrijden? Ja, volgens mij heb ik dat vorige gesprek ook gezegd. Maar dat gaan we gewoon van week tot week kijken. We hebben nu eerst Fortuna uit. Dat is denk ik een hele belangrijke. Die daarna komen is ook wel belangrijk. Maar ja, daar moeten we gewoon punten pakken. Dat zijn we ook aan de stand en aan de grootte van de club zeg maar, verplicht. Fortuna is nieuw en speelt op zich ook goed voetbal. Maar uiteindelijk moet je daar gewoon 3 punten halen. Hoe vervelend is het dat je het ongeslagen thuisrecord afgelopen zondag bent kwijtgeraakt? Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Helemaal omdat je de bovenliggende partij was. Helemaal in de eerste helft. De tweede helft was dat eigenlijk niet meer het geval. En dat wordt door middel van een standaard situatie kom je op achterstand. En dan draait die wedstrijd eigenlijk een beetje. Ik vind wel dat we de laatste kwartier, 20 minuten, hebben we toch wel de rug gerecht. Zijn we weer wat dreigender geweest. Niet hele grote kansen gecreëerd. Maar uiteindelijk proberen we daar nog wel een goed resultaat aan weg te halen. Alleen lukt dat niet. Tot nu toe tevreden over dit seizoen? 4e plaats, handen dichtknijpen. Ja, dat wel. Maar zoals we eigenlijk net al zeiden, van de afgelopen wedstrijd, het voetbal laten zien, maar geen punten. Ja, dat heb je natuurlijk liefst anders. En helemaal de wedstrijd tegen NAC, dat frustreert me nog regelmatig. Dus tevreden niet, maar ik denk dat we wel goed op weg zijn. De ijskoude wind giert langs hen heen en donkere wolken hangen boven hun hoofden. Het is kouder dan ooit. Er is geen stro en geen ander voedsel dan een geblesseerd paard dat ze achter een verlaten huis vinden. Het beest moet eraan geloven. De soldaten doen zich te goed aan het rauwe vlees. Hoe komt iemand ertoe om zo'n boek te schrijven? Kun je er iets over zeggen? Ik wilde een mooi boek schrijven. Het moest een historisch boek zijn, omdat ik belangstelling heb voor geschiedenis. En dit verhaal droeg ik al heel lang bij me en daarom heb ik dat gekozen. Ik heb er eigenlijk niet eens lang over nagedacht. Ik wist het gewoon. Gek, hè? De Russen naderen hen van achteren. Eerst worden de wagens met artillerie en cavalerie over de linkerbrug naar de overkant gebracht. Daarna mag Engberts regiment over de rechter. De cavaleristen stappen af, houden het paard aan de hand om schokken en trillingen te vermijden. Deze Friese veners die zomaar helemaal naar Sint-Petersburg gaan om hun spullen te verkopen. Hoe komen de mensen daar toch toe? Dat moet toch wel heel bijzonder zijn? Ja, aanvankelijk reizen ze via allerlei hanzesteden, ook naar het zuiden trouwens, maar ook naar Vlaanderen, naar Duitsland en ze gingen zelfs naar Italië. Maar ze hoorden op een gegeven moment praten over die stad in het noorden van Rusland. Sint-Petersburg was net gesticht in 1703 door Peter de Grote. En ze begrepen ook uit alle verhalen dat alle buitenlanders welkom waren. Dus ze dachten, nou, we grijpen onze kans, we pakken de kleedwagen, alle spullen erin en we gaan. Om hoeveel Friese veners gingen die naar Rusland zijn getrokken, naar Sint-Petersburg? Op het hoogtepunt, daar is ook een proefschrift over geschreven. Op het hoogtepunt, is geteld dus, waren het ongeveer 200 mensen die reisden. Ja. De vijand kan zich verscholen hebben achter de kleine bossages die her en der aan de andere kant van de rivier verspreid staan. Als Kutuzov hen ergens in de val wil lokken, dan is het hier. En dat boek, is dat een echt historisch boek geworden of is het ook een roman? Het is vooral een roman. Maar alle feiten kloppen. Ik heb de personages verzonnen, dus wat zij meemaken, dat hadden ze mee kunnen maken. Dat is wel geënt op bestaande verhalen. Maar de feiten, hè, dus over de Bataafse, de Franse en de Russische revolutie, dat klopt allemaal. Hij huivert. De zaak is dood. Het broodmagere gezichtje met de ingevallen wangetjes en de donkere contouren van de oogkassen verraden dat het kind reeds lang geleden de geest heeft gegeven. Komt dat duidelijk naar voren dat er een eind aan die hele reisgeschiedenis is? Ja, het begint in 1739. Het zijn ruim 400 bladzijden. Er zitten wat tijdsprongen in. Want anders dan zouden het 1000 bladzijden zijn, zo niet meer. En het eindigt in 1917, in juli, dus vlak voor de Oktoberrevolutie. En dan vluchten de belangrijkste personages uit mijn boek vluchten naar Friese Veen terug.
En dat wordt allemaal beschreven, dus helemaal hoe dat is gegaan. Hoe de sfeer was, wat er aan de hand was in Rusland. Waarom men wel moest vluchten. Er was gewoon geen toekomst meer daar. Het maakt mensen wel nieuwsgierig als je dit zo hoort. En dat boek, waar is dat te koop? Het is in alle boekhandels te koop. Ja, duurzaamheid is een heel breed onderwerp. En je zou het eigenlijk heel simpel kunnen omschrijven als het goed zorgen voor de aarde en het milieu. En het belang daarvan wordt steeds meer onderkend. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de gevolgen van klimaatverandering die worden steeds beter zichtbaar. En het monument is heel mooi. Mooi om te zien, mooi om te wonen. Maar de kamers die zijn vaak heel erg hoog. De glazen zijn nog heel erg dun. Vaak is er nog enkel steens gebouwd zonder spouw. Ja, en als je dan mee wil in deze tijd waarin duurzaamheid zoveel aandacht heeft, waarin we praten over het verlagen van het energiegebruik, waar de overheid de belasting op energie verhoogt om mensen er aan te moedigen om vooral te gaan bezuinigen op het energieverbruik, ja, dan zit je met het monument toch wel even met iets in je handen waarvan je moet afvragen van hoe ga ik dat allemaal aanpakken. Hoe zorg je ervoor dat zo'n pand een bestemming krijgt waardoor het ook in de toekomst blijft zoals het nu is en dat het dan niet alsnog verloren gaat. En toen ik een paar keer rondom het pand liep en toen keek ik zo eens rond en gaf het net al aan Jan-Martin, maar toen dacht ik bij mezelf, dit pand staat nu 110 jaar en rondom dit pand heen is denk ik al wel 3 keer alles afgebroken en weer opgebouwd. Als je praat over duurzaamheid in deze stad. Hoe waardevol is dan dat mooie rijtje, het rechtshuis, Ledenboerpand, de Waag. Dat zijn eigenlijk 3 parels die eigenlijk voor deze stad behouden moeten worden. Wat is precies het verduurzamen van monumentale panden? Het verduurzamen dat heeft natuurlijk betrekking op bijvoorbeeld energieverbruik. Isolatie van de gebouwen, zodat je dus minder energieverbruik hebt. Maar ook bijvoorbeeld welke energiebronnen gebruik je? Ga je dus met gas verder of ga je inderdaad over naar warmtepompen in combinatie met zonnepanelen? En verduurzamen heeft ook te maken met het feit dat je dus materialen gebruikt die niet belastend zijn voor het milieu. Dus materialen die je weer kunt hergebruiken en niet met chemische materialen gaat werken, maar dus met zoveel mogelijk natuurlijke bronnen. Dat is in feite het verduurzamen van een rijksmonument. Dus er zijn een heleboel regels waar je rekening mee moet houden. En de afstemming van al die verschillende regels, dat is toch wel een punt van aandacht. Het kost geld. Hè? Als je dit soort plannen gaat maken, dan ga je natuurlijk ook kijken wat is mijn terugverdientijd. Nou, dat hebben we vanavond ook gehoord. Hè? Er zijn subsidieregelingen daarvoor. Er is ook de mogelijkheid van financiering door het restauratiefonds. En je gaat ook, als je dus niet zelf gebruiker bent van het pand, ga je bijvoorbeeld ook met je huurders in overleg. Of je een deel van de extra kosten, of je die ook kunt terugverdienen bij de huurders. Doordat zij minder energiekosten hebben en of zij bereid zijn om een deel van die minder kosten ook aan jou te vergoeden vanwege de investeringen die je doet. Toonkunst Almelo brengt zondag 25 november in de Grote Kerk het Requiem van Mozart, Hör mein Bitten van Mendelssohn en Geistliches Lied van Brahms ten Gehore. Het Requiem van Mozart gebeurt in een bijzondere bezetting. Het bijzondere aan het concert van volgende week zondag is dat we het niet met een orkest uitvoeren deze keer, maar er is sinds kort een bewerking van al dit repertoire voor orgel. En er komt een landelijk bekende organist, Jaap Zwart. Zijn grootvader was de beroemde Jan Zwart, die decennia geleden heel protestants Nederland aan het orgel gekregen heeft. En hij komt het orgel bespelen samen met het koor. En daarom staat het koor nu ook op een andere plek in de kerk, namelijk onder het grote orgel. Dus de hele kerk wordt 180 graden omgedraaid. Ik denk wel dat het een mooi concert gaat worden, gevarieerd, mooi in klank. En het is in de protestantse kerk ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dus dan worden de overledenen van dat jaar en in het verleden herdacht. En daar past deze muziek als een handschoen bij. Dus wil je daar een beetje bij stilstaan, kun je mooi naar het concert komen. Het is een heel leuk koor wat heel hard werkt, wat heel gemotiveerd is. Gelukkig zitten we qua ledenaantal de laatste 1,5 jaar ontzettend in de groei. Bij het eerstvolgende project gaan we geloof ik zelfs richting de 100 leden. En mensen komen, blijven en hebben het naar de zin. Dus, en er wordt hard gewerkt en goed gerepeteerd. De opstelling onder het koor zal wel wennen zijn voor het koor en de mensen.
Nou, dat gaan we volgende week woensdag zien. Want dan is de generale repetitie? Ja, 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 dan is de generale, of tenminste, dan is de eerste repetitie. En op vrijdag is er nog een generale. Dus we gaan het twee keer repeteren. En dan die zondag moet het gebeuren.